Ja, je hebt vanavond je rentree gemaakt bij Jong Sparta, een oefenwedstrijd tegen VV Capelle. Ja, beschrijf je gevoel eens. Ja, dat is lang geleden natuurlijk. Het is iets van 5 maanden geleden dat ik weer op veld stond. En ja, dit voelde echt top en ging goed gelukkig. Ja, vertel, je had natuurlijk een hele lange blessure. Waar had je precies last van? Hoe is het gebeurd? Ik had een ontsteken pees op mijn lies. En ja, dat duurt gewoon heel erg lang. Was eigenlijk op de MRI helemaal niks te zien. Alleen ja, was het toch een vervelende blessure die zo lang duurde. Ja, had je al direct het idee van het gaat heel lang duren? Of duurde het veel langer voordat die MRI gemaakt is, waardoor je eerst dacht van ik ben misschien binnen een paar weken wel weer terug? Nee, ik heb eigenlijk wel best wel snel een MRI gemaakt. Maar ja, daar zagen ze niks op. En ik voelde gewoon de pijn en ik wist dat het niet goed was. Dus ja, was ik er ineens 5 maanden uit. Ja, want we zagen je natuurlijk, ja, dat gebeurde een beetje in de voorbereiding. Toen zagen we je begin van het seizoen nog meetrainen. En leek er afhankelijk zelfs op dat je al de wedstrijd tegen Feyenoord zou halen. Ja, dat zei ik ook zelf tegen iedereen. En ja, dat bleek niet zo te zijn. Het duurde nog 10 wedstrijden. Dus ja, dat was echt heel vervelend. Nare periode. Maar nu weer lekker positief wedstrijd spelen. Ja, nu, je moest natuurlijk wel revalideren. Hoe ziet zo'n revalidatieproject eruit? Ik heb 3 weken extern gerevalideerd in Amsterdam. En voor de rest alles op de club gedaan en heel veel binnen geweest. En nu weer lekker naar buiten. Ja, hoe zwaar was die periode? Heel zwaar, kan ik je vertellen. Dus ja, dat was niet leuk. Maar ja, dat hoort ook bij voetbal en dat kan altijd gebeuren. Dus dat heb ik nu ervaren. Ja, want het was denk ik een van de eerste keren dat je echt zo lang eruit bent. Ja, mijn langste keer was 2 weken denk ik. Dus dit was een pittige. Ja, precies. Nu maak je dus vandaag weer rentree. Voel je je gelijk weer helemaal goed na de wedstrijd? Ja, ik voel me top en weinig reactie. Niet het allerbeste veld wat we nu hadden, maar ik heb het doorstaan. Dus daar ben ik blij mee. Ja, want is het fijn om in zo'n wedstrijd je rentree te maken? Of wil je eigenlijk liever gelijk weer in de Eredivisie te staan? Nou ja, ik denk dat dit eerst wel even goed is. Ik denk dat het niet logisch is als ik gelijk in een competitie start. Dat is alleen maar gevaarlijk, denk ik. En dit was even goed voor mij. Ja, en hoe zien dan de komende weken eruit nu voor jou? Ik hoop zaterdag weer bij selectie te zijn en kijken of ik minuten kan maken. Ja, we laten het open. Succes. Ja, dankjewel.